En ik ga ze dus nu wegdoen, maar ik moet gewoon echt even slikken. Gewoon, volgens mij heb ik gewoon een emo-dagje of zo vandaag. Ik weet niet wat het is. Het is woensdag. Ik ben nu nog even met Sarah. Die ga ik zo naar school brengen. En dan komt ze pas rond etenstijd thuis. Want die heeft naar school gelijk een kinderfeestje. Ik eet nog even snel met mijn naam. En dan rennen we naar school. Helemaal verregend thuis gekomen. En uiteraard is het nu droog. Maar het maakt niet heel erg uit. Ik ga even douchen en mijn haar wassen. Want het moet vanmorgen even schoon zijn. Oh, en nu is het toch al wat. Ik voel me weer helemaal fris en fruitig. Nou, niks nieuws, maar even de dag weer beginnen met een lekker bakje thee. En het zonnetje gaat heerlijk schijnen. Ik had het net moeten doen toen ik op de fiets zat. We hadden wel hele mooie regenbogen, maar ik had mijn camera niet bij me. Ik hou zo van regenbogen. Ik weet niet wat het is. Het blijft iets magisch hebben of zo. Maar goed, ik had mijn camera niet bij me omdat het natuurlijk echt aan het stortregenen was, ook daarnet. En het is geen watercamera, dus ik heb zoiets, ja, als het dan er overheen gaat, dan kan ik hem dadelijk gelijk wegdoen. Nou, naar mijn bak thee ga ik aan de slag. Ik ga vandaag gewoon even echt een mega slag maken met mijn opruiming. En dan hopelijk na vandaag dat ik er eigenlijk bijna doorheen ben. Ik hoop echt dat het lukt. En anders gaan we daarna gewoon verder. Het is nog 8 dagen tot Sarah's verjaardag en dan wil ik echt gewoon heel veel hebben opgeruimd, heel veel ruimte in huis. Maar het gaat best wel goed, dus ik heb hele goede hoop. Oh, ik vind het altijd zo lief. En ze slaapt. Oh, ben je wakker? Ja, je ligt zo schattig te slapen. En je bent zo donzig zo. Ja, hi. Blijf je zomaar in de buurt bij de camera? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb trouwens echt wel even een zwaar loslaatmomentje. Ze gaat natuurlijk met een kinderfeestje mee. En ik weet wel wie de moeder is. En ik heb er wel eens gesproken, maar ik ken haar eigenlijk niet echt. En het is natuurlijk een nieuwe klas. Dus ik vind het toch gewoon echt heel spannend. Ik werd echt zelfs een beetje, ja, zenuwachtig is niet het goede woord, maar toch wel een beetje gespannen. Dus ik heb naar een van de mama's, die ik dus wel heel goed ken en die zo wel op het schoolplein staat, toch even geappt van, joh, wil je toch even kijken of het goed gaat? Ik kon het even niet loslaten. Dus die kijkt mee en ik voel me ook gelijk even weer wat fijner, zeg maar. Het is gewoon fijn als je weet dat iemand die je daar wel gewoon echt blind in vertrouwt, gewoon toch even meespiekt of het goed gaat. En dat ze gewoon goed mee met de goede moeder meegaat. En dat ze er niet daar opeens toch zou staan. Ik weet dat het niet gaat gebeuren, want ik heb de moeder van de week gesproken. Maar toch, ik weet niet. Het blijft toch je kindje. En ik weet ook dat ik niet de enige ben die dit soort dingen heeft. En ik heb zelf ook wel eens voor anderen meegekeken of dingen goed gingen. Ja, iets met loslaten. En dat vind ik soms echt een dingetje. En ik voelde dat nu echt heel erg. Maar ja, loslaten is liefhebben, denken we dan maar. Sarah was vanochtend voor school zelf al met deze 3 knuffeltjes gekomen. Want ik heb er een beetje aangestoken met het opruimen. Deze Woezel en Pip en buurpoesknuffel, daar is ze te groot voor geworden, vindt ze zelf. En ik ga ze dus nu wegdoen, maar ik moet gewoon echt even slikken. Gewoon, volgens mij heb ik gewoon een emo-dagje of zo vandaag. Ik weet niet wat het is. Maar daarnet was het natuurlijk al dat je dan niet op school bent en dat ze naar een nieuw iemand weer meegaat. En dan nu dat ze daar te groot voor wordt. Ik is natuurlijk volgende week ook jagen. Dan word ik altijd een beetje emo. Ik weet niet wat dat is. Maar ik voel het vandaag. Echt. Heel de dag druk bezig geweest. Mezelf ook eigenlijk een beetje afleiden daarna. Hey. Maar kijk wie er weer is. En moet je eens praten? Zelfs een beetje schor. Ja. Ik heb heel veel pijn in mijn keel. Nou weet ik dus niet of het van het feestje is. Of dat ze een keelontsteking aan het krijgen is. Want ook dat heerst op school.
Maar we gaan het zien. Hier heb ik echt gewoon pijn. Te erg. Oh, wat schrijf je netjes trouwens. Ja, prioriteiten natuurlijk. Ze komt thuis en die wil een lijst maken van de vitamines welke ze dan moet. Kijk hoe mooi. Ja, ik vind dat je echt zo mooi geschreven hebt. En je bent helemaal zelf aan het doen. Ik vind het echt heel knap. Deze heb ik al compleet. Deze heb ik ja, ook al compleet. Deze niet achter. Oké, ga je dat net zo mooi schrijven? Ik ben helemaal onder de indruk. Wauw, ik vind het echt heel goed. Maar op school schrijf je hem anders, dan schrijf je hem ja, doe hem maar niet erachter. Op dit lijstje moet je hem ergens anders dadelijk even schrijven. Want anders is het niet zo handig voor de juf. Ik weet waar ik hem mag schrijven. Ja, doe maar op een volgend blaadje. Maar anders, als jij op school dat de juf meekijkt... Ja, dat zei ik vorige keer ook tegen jou. Je bent zo goed bezig. Dat was een netje zes. Een hele nette zes. En een nette nul? Ja. Nou, kijk, het is bijna hetzelfde. Ja, ik vind dat je heel netjes aan het schrijven bent. Alleen de negen heb je andersom gedaan. En verder staat alles heel netjes goed erop. Echt waanzinnig. Ik maak een streep, dan weet ik dat dit de eerste is en dat ja. De tweede. En je moet dadelijk nog, dat kan je bijvoorbeeld hier dadelijk in het hoekje doen of daar, je naam erop schrijven. Want anders weet de juf het ook niet, hè? Want dit moest je ook voor de juf hebben, toch? Nee, dat hoeft niet. De juf gaat toch als ze boodschappen meeneemt de vitamini-stickers naar de klas... dat ze om en om gaat kijken wie ze kan gebruiken? Dat had jij mij verteld. Heel lief van de juf. Zo krijgen de kinderen een boek voor. En de juf had de dubbele van Jesseline. Die Jesseline dubbel heeft... Misschien had dit niet en dit zat ook daar niet. Zo. Ja, wat goed van de juf. Dat stemmetje van jou. Zo na het eten gelijk lekker je bedje in, hè? Nee. Het is al laat. Het is 8:00 en nadat ik net de camera heb uitgezet, ging Sarah zich weer niet zo lekker voelen. En dit is echt de derde dag op rij. En elke keer wordt ze 's ochtends wakker. Dan voelt ze zich oké. 'S middags gaat het gewoon helemaal goed. En dan eigenlijk een beetje rond of na etenstijd gaat ze zich weer zieker voelen. Maar het is elke avond wel anders. De eerste avond had ze hoofdpijn en moest spugen. Gisteren had ze wel een beetje hoofdpijn. Maar volgens mij was dat meer het idee. Maar had ze wel ja, lichte koorts. Geen verhoging, maar wel echt wel koorts. En vandaag kwam ze natuurlijk thuis, was ze de stem kwijt. En eigenlijk na het filmen werd het erger en ging ze heel erg hoesten. Dus ik heb ze nog wel even warm gedoucht, want ze had het echt heel erg koud. Gisteren was het veel te warm en nu had ze het weer echt heel koud. Stond ik echt helemaal te trillen. Dus even lekker onder de warme douche zet, opgewarmd, gelijk pyjamaatje aan en lekker de bedje in. Ze wil ook al 3 dagen gewoon echt de bedje in. Sarah vindt altijd dat ze nooit moe is. Moet ik ook zeggen, ze is ook nooit zo heel moe. Want die slaapt ook echt nooit gelijk. Nou, ook al 3 dagen wel. Dus ik ga morgenochtend denk ik gewoon even met ze naar de dokter. Gewoon even kijken. Want stel, het is keelontsteking. Omdat ze nu zo'n last heeft van de keel. Dan is het sowieso niet goed om door te lopen. En omdat ze al ja, 3 dagen eigenlijk loopt te kwakkelen. En daarvoor natuurlijk had ze het ook al. En volgende week de verjaardag en de feestjes. En ik zou het zo sneu vinden als we dan nu wachten. En dat ze dan heel erg ziek is. Dan ben ik er liever even op tijd bij. Dus morgenochtend echt op tijd wekker zetten. En dat we eventueel gelijk 's ochtends naar de dokter kunnen. En ik ga nu eten. 8:00 zoals ik net zei. Want... Ik had natuurlijk eten. Ik heb gezorgd dat zij at. En daarna echt, omdat het zo koud kreeg, gelijk naar bed. Het zijn echt wel mom life struggles. Want ik heb echt nu tijd om te eten. Ik ben net de hele tijd bij haar geweest. Echt, van het opruimen is mijn huis een troep. Dat klinkt heel raar, maar als ik opruim, trek ik alles overhoop. En dan ga ik uitzoeken en dingen wegzetten. Maar ja, dan, ik heb wel heel veel weggedaan, maar die andere dingen nog niet opgeruimd. Maar ik ga eerst nu even eten. Ik ben er echt moe van, letterlijk. Ik heb gewoon weer heel de tijd boven gezeten. Omdat Sarah zich zo ziek voelt en er wakker wordt. Ik heb nog thee gezet. En ik doe, zolang ik die thee heb, want die is nu nog kokend heet. Doe ik even een klein stukje nog editen. En dan ga ik gewoon lekker op tijd mijn bed in. Want ik heb het gevoel
dat ik er ook vannacht weer heel veel keertjes uit mag. En ik kan het natuurlijk niet delen met Marco. Anders kan ik nog zeggen dat hij er een keertje uit kan. Maar ja, dat is een beetje lastig als hij 200 kilometer verderop zit. Dus ik denk als ik er dan op tijd in ga, ik ben ook echt kapot. Dan moet het misschien op die manier lukken. Worden wel zij avondvlogs en zo, maar het is even niet anders.